Dag allemaal, we staan hier op de plek waar zometeen Sinterklaas aankomt. En toen hij net even ging tanken en een kleine tussenstop maakte, konden wij hem alvast spreken over hoe het vandaag eraan toe zal gaan in Apeldoorn en hoe de reis is verlopen. Een goede dag, Sinterklaas. Dag, Rosanne. Hallo, hoe is het? Hartstikke goed, maar hoe is het met u? Ja, goed hè. Alles is toch nog weer goed gekomen. Ja, want het was me toch een reis, of niet? Het was me wel een reis, zeg. Ja, in de mist. En ja, alleen Americo, die zijn we nog kwijt. Die hebben we nog niet weer gevonden, dus. Oh, dus die moet u nog gaan zoeken? Die moeten we nog gaan zoeken. Heb jij Americo niet toevallig gezien, Rosanne? Nou, ik heb gisteren wel tv gekeken. Ja. En volgens mij is die gesignaleerd in Meppel. Oh, gelukkig. Dan is die dus toch op z'n... Het is gelukt, Piet. Oh, daar ben ik blij van. Ja, daar ben ik wel heel blij van. Gelukkig. Ja, maar wat een reis. Ja, het was een hele reis. Het was heel veel gedoe. Sleutels kwijt. Maar ja, jullie kennen nu het geheim van mijn ring natuurlijk. Dus ja, het komt allemaal goed. Alle kindjes krijgen hun cadeautjes. Ja. Oh, wat fijn, wat fijn. Dus alles gaat goed komen vandaag. Alles gaat goed komen vandaag. Er zijn eigenlijk geen obstakels meer die de intocht doen vallen, zeg maar. Ja. Gelukkig. Oh. Sinterklaas. Ja, lijstjes, Piet. Een probleem. Wat is er aan de hand? Nou, het lijkt alsof de lijstjes niet compleet zijn. Wat moeten we nu doen? Kijk, sommige lijstjes zijn niet helemaal aangevuld. Oh jee. Hoe gaan we dit nou doen dan? Weet je wat je doet, Piet? Ja. Als jij nou gewoon langs gaat bij de kinderen, je hebt de namen. En dan ga je gewoon vragen en kijken of ze op het lijstje staan. Staan ze er niet bij, kun je ze op de iPad nu toevoegen. Gewoon straks ga ik dat, oké. Okay. Toevoegen en dan komt dat allemaal goed. Oh ja, nee, dan ga ik regelen als je Sinterklaas. Ja? Ja, komt goed. Dank helemaal goed. Goed zo, lijstje Piet. Nou, je ziet het toch nog weer iets, maar we hebben het weer fijn opgelost. Het is toch even schrikken, hè? Het is soms wel eens even schrikken, ja. Het blijft elk jaar weer spannend of we kunnen komen. Maar het lukt ieder jaar toch weer, ja. En bent u er helemaal klaar voor om alle kinderen... Helemaal klaar voor om alle kinderen in Apeldoorn een handje te gaan schudden en cadeautjes te geven. Maar Pieten zijn er klaar voor toch, hoofdpiet? Zijn helemaal alles klaar. Is nu gereed. Het is altijd goed. Wij kunnen gaan. Jouw. Wij gaan ervoor. Ja. Nou, heel veel plezier en succes vandaag, Sinterklaas. Dankjewel, Rosanne. Gaat zeker lukken. Een hand voor jou. Prima. Tot de volgende keer. Dag. Wij gaan gauw verder, Sint. Dankjewel. Kom. Gelukkig, alles is toch nog goed gekomen en nu maar wachten tot de Sinterklaas met de boot aankomt. De jeugdbrandweer is er ook en spuit wat extra water in het kanaal, want de waterstand is nogal aan de lage kant. En nu kan de boot van Sinterklaas zonder problemen binnenvaren. Er staan een heleboel kinderen aan de walkant te wachten en Rosanne staat bij een van hen. Zo, hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Ja, hoe lang staan jullie hier al? Niet zo lang. Ja, niet zo lang. Nee. Maar jullie hebben er heel veel zin in. Heb je ook al je cadeautjes alvast, je verlanglijstje alvast gemaakt? Ja. Nee. Nee, nog niet? Nee. Nee, dan moet je nog heel erg thuis hard aan gaan werken. Ja. Ja. En vanavond voor de eerste keer de schoen zetten? Nee. Ook nog niet? Dan wacht je nog even mee. Nee, maar ik... Ja. Nee. Nou, ik denk dat hij er zo meteen aankomt. Ik hoop het wel, dat hij uit de mist is gekomen. Ja. Spannend, hè? Ja. We zullen het zien. Heel veel plezier. Ja. Hallo. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Staan jullie al lang te wachten? Ja, het is wel spannend, hè, of die nou wel hier aankomt met al die mist. Spannend, hè? Ja. Heb je je verlanglijstje al gemaakt? Ja. Helemaal klaar? Ja. Kijk. Nou, heel veel plezier. Nou, wat is dit nou? Dag, Sinterklaas. Ons hallo. Terugzwaaien. Sinterklaas is toch een beetje moe na zo'n lange rit, volgens mij. Ik denk dat we Klungelpiet een beetje moeten inzien. Oh, heb jij allemaal lekkers in je tasje meegenomen? Ja. Ga je zelf vandaag ook strooien? Wie weet, mag wel een liedje. Of ga je lekker zelf opeten? Kim. Ja. Als je denkt, wat is dat nou? Dat is een duiker van de reddingsbrigade. Want als er iemand in het water valt, dan is de redding nabij, zullen we maar zeggen. Intussen is onze burgemeester John Berens ook op de walkant aangekomen. En dus kan de boot met de Sint komen. Maar die laat nog even op zich wachten. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Het duurt wel lang, hè? Ja. Misschien als we heel hard gaan roepen. Zou dat helpen? Nou, dat
Ja. Zullen we proberen als we nou heel hard Sinterklaas gaan roepen? Ja. Oké. 3, 2, 1. Sinterklaas! Nou, dat helpt niet echt, helaas. Maar misschien kan de burgemeester een handje helpen. 3, 2, 1. Nou ja, waar blijft de boot van Sinterklaas nou? Hij zal toch wel komen? Jawel, want er zijn nog een paar pieten vooruitgekomen, dus hij moet wel komen. Nou, dan gaan we nog maar even terug naar Rosanne. Zit je al lang te wachten op Sinterklaas? Ja. Dat kan toch niet? Ja, dan moeten we dan komt hij zo meteen eindelijk aan, hè? Ja. Hallo. Spannend, hè? Want ja, we weten maar niet of hij door de mist heen komt. Oh, gelukkig. Gelukkig. Dat is wel heel spannend. Heb jij je verlanglijstje al klaar? Nee. Ga je nog hard aan werken thuis? Ja. Ja, daar in de verte. Kijk maar goed. Daar komt hij aan. De Sinterklaas. De burgemeester zwaait hem tegemoet. Hartelijk welkom Sint-Nicolaas in Apeldoorn! Yeah! Dank u wel, burgemeester. Dank u wel. Fijn om hier weer te zijn. Ja, het is alweer een jaar geleden. U bent ook niet ouder geworden, zie ik. U bent nog even, nou ja, kwiek als altijd. En dat is toch heel belangrijk, ook op uw hoge leeftijd. Maar voel u welkom. Alle kinderen staan op u te wachten. Ja! Dank u wel, burgemeester. Dank u wel. Voor u kan ik hetzelfde zeggen. U ziet ook nog steeds zo kwiek uit het hoofd. Dus, en de burgemeester heeft vorig jaar al zijn cadeautjes gekregen. Gaat hij dit jaar ook weer vooruit? Sinterklaas, kom ja, maar. Hij ja, wel. Gewoon rechts door die gaat. Hallo allemaal. Het is lekker glad. Misschien moeten we met z'n allen even een liedje doen. Ja. Zo. Oh, is die er ook weer? DJ Gil is er ook weer. Ach, wat gezellig. Kom even, zijn er bijna. Hele leuke liedjes. En alle kinderen hier kunnen zo goed zingen. Ja, het zijn er ook zo. Het is gelukkig dat hij kan uitblazen. Oh, nou, nu mag je weg naar de paard. Waar is het? Oh, het zijn er... Je weet het nog niet. Hallo. Ja, DJ Giel, zwaai even naar Sinterklaas. We zijn er weer, hoor. Hallo, leuk om hier weer te zijn. Hallo. Hallo. Nou, DJ Giel is zo klein, want hij gaat ook zijn schoen zitten vanavond. Hallo allemaal, wat leuk jullie te zien. Hallo jongens. Hey, nee, oké, hallo. Doe een handje. Hallo jongen, hi. Ik denk dat jij een mooie muts gemaakt.
Ja, en het paard is er ook intussen van Sinterklaas. Amigo heet het paard. En daarop zal de Sint straks een toertje door het centrum gaan maken. En zo, met behulp van een trapje, klimt de Sint op het paard. En als dat maar goed gaat, want in het verleden wilde dat nog wel eens niet lukken. Het gaat goed. En daar gaat de Sint, richting de stad. En tot zover ons verslag van de intocht van Sinterklaas. Hij is helemaal goed aangekomen en hij gaat nu in de oranjerie heel veel handjes van kinderen schudden en heel veel pepernoten uitdelen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer!